Hallo mensen van YouTubers en welkom weer in History Park. En Ice Age is achter de rug. Dus we gaan nu beginnen met verder doen met het hotel eigenlijk. We hadden alles al gemaakt. En het enige onderdeel dat nu nog te doen is, dat zijn de kamers. Dus we gaan vandaag een kleine bouwvideo doen. We gaan één kamer bouwen vandaag. Ja, ik kan eraan beginnen. En als het wat langer duurt, dan is het zijn schuld. Dus we gaan één kamer doen en we beginnen met een deze. Zoals je ziet, het is niet al te groot. Maar de kleinere kamers, dat zijn voor twee personen en de grotere voor vier. Zo. En dan de suites worden uiteraard nog wat uitgebreider. Dus we gaan zo rond de deurgat iets maken. Lap. Dat was zoiets en dan zetten we een deur. We zetten zo een deur neer, want anders de andere is lelijk. Kun je kamer meerdere ramen geven, Appelmans? Appelmans wat? Dat er twee ramen voor één kamer dienen. Van bedden denk ik dat we gewoon een bed gaan maken, een fake bed. En daar zal het hotel gebruikt worden, denk ik niet. Achter de hoogte van de kamer is dit. Zit er nog een andere blok tussen of niet? Wel, dan die nu. Lekker blauw. Nee. Dat is een passende kleur voor slaap, kinderke slaap. Welke doel wordt dit? Rummer 100 of zo? Ja, 100, ja. De telling begint bij 100, we zetten geen kamer in, want dat trekt het niks bij een hotel. Wat zet de boven of de neffen? Arvon. Ja, doet er maar boven. Tussen haakjes. Helemaal rond. Badkamers in hotels niet groot. Echt, bij badkamers zetten we zo'n deur. Dat was dat de badkamer is. Elke kamer ging ook een paar kenmerken van Viking krijgen natuurlijk. Dus ik bouw in elke kamer een stoof. Ja, spijtig genoeg hebben we geen kampvuur. Wacht, zo ging die uit of wat als ik hier iets zet? Nee. Doe maar gewoon. Dan kunnen we hier wat items opzetten. Ja, het is altijd even zoeken dat je iets mooi moet maken. Zet er maar heads op ofzo? Ja, zo ziet het er maar goed uit. En hier kunnen we dan niet heel veel heads opzetten inderdaad. We kunnen ook een beetje, gelijk als in een Efteling Hotel, dat is ook zo helemaal uitgebreid naar het sprookje, echt mooi heb ik gezien. Dus we kunnen hier een boekenkast neerzetten als decoratie. Ah, dat kan ik ook. Ja. Ik ga niet doen. Nee, komt het plafond toch. Dus, bed. Tweepersoonskamer. Dus, het bed gaan we zelf creëren. Gewoon met wol of zo. Wacht, hier de achter. Nee, ga ik mijn andere woord doen. Voilà.
zoiets. En van... Wacht, hè, in de suites gaan we rode lakens gebruiken, dus rood wol. In de normale suites gaan we daarvoor gebruiken. Ja, lichtblauw of zo. Ja, het ziet er goed uit. Alleen is het wel hier vast achter. Wacht, hier natuurlijk ook iets. Een kleine achterkant. De video online na de opening of niet? Oké, dat ziet er goed uit inderdaad. Ja. Ja, hier kunnen dan niet komen, al wandelend. Ja, je kunt er altijd overspringen, maar... Oké, dan neffen. Neffen het bed. Dan zetten we... Voilà, twee nachtkastjes neer. En op die nachtkastjes gaan... Ja, nachtlampen komen. Bord al neer van een room. Ah ja, dan nog... aan de zijkant zet ik dan... Hier kunt u een lampje opzetten op die nachtkastje. Ja. Ik zet dan van die bordjes neer. Voilà. En dat is het bed. Ja. De herdecoratie doen, mensen. Ja. En de verlichting. Verlichting. En dan hier eventueel nog iets anders. Wacht, het bed omringen met tapijten of zo. Ga je de vloer veranderen of wat? Ja, dit maak ik rood. Zie je het onder niet? Oh, dat is niet. Deze niet. Zo. Ziet er een gezellige kamer uit, Appelmans. Als we nu nog een verlichting plaatsen en wat het. Haal dat, dat stom ding uit inderdaad. De kamer is dan klaar, dan de badkamer. Ga ook simpel houden ze, hè. Gewoon iets in gemak, waar nog een het bij komt van papier. Laat we zo zo. En de douche. Ja, er is juist iemand gejoind. Ja. Dan is de kamer gereed, dus dan leggen we het dak erop en dan de lichten. Zo mensen. Ja, die heads die gaan in elke kamer hetzelfde zijn, maar... Allee, als ik het kopieer toch, hè, voor... Ik hoop dat, want zomaar ze gekopieerd zijn, dan stuk stief koppen. Ja. Ja, dit is een kamer, dan nog licht. Dan pakken we zeilantaarn. Even een knife uit doen. Right. Hier in de badkamer is geen rij te zien. En als het donker is, zie je in dit hoekje ook niks. Pak maar nacht, dan zie je dat niet. Ik heb hier nog een lamp. Ja, dat zal genoeg zijn. Zo mensen, dit is een kamer, een standaard kamer. Ik weet niet hoe dat we dat gaan fixen of dat we echt de kamers te koop gaan zetten ofzo. Ja, dat kunnen we doen. Zet room 100, zet hij nog neer. Ja, dat deed op Efteling, een sprookje schrijft ook, maar ja, dan zie je gewoon even een kamer. Oké, ik neem kamer 100 voor mij. En je gaat die dus laten werken of niet, Appelmans? Als ik dat bij elke kamer moet doen, dan gaat dat fucking veel werk zijn. Dus ik denk het niet, nee. Dus ja, dit is dan... ja, ik loop nog altijd rond met mijn kerstskin, daar ga ik wel iets aan doen, want kerstmis is afgelopen. Dus dit is dan een kamer bij ons, een standaard kamer. De suites die worden nog uitgebreid met
badkamer met bad, een eigen koffiezetapparaat, bedden met rode lakens en dat soort dingen. Dus dan zeg ik tot de volgende video in Hotel Drakkar. Ciao!